Goedenavond, ik ben Margreet Spijker en u kijkt naar Vijf in het Land. Een programma met nieuws uit stad en streek. Met vanavond onrust in het Drentse Drochter opslagen over veel kankergevallen. Bumperklevers op de Bon in Groningen. En Kunstenaarspaleis in Amsterdam moet plaatsmaken voor woningen. Jaarlijks vinden op de ringweg rond de stad Groningen zo'n 150 aanrijdingen plaats. Gevolg: doden, gewonden, blikschade en files. Bij meer dan de helft van de aanrijdingen gaat het om zogenaamde kop-staartbotsingen. Oorzaak: te dicht op de voorganger rijden, oftewel bumperkleven. Sinds deze week treedt de Groningse politie hard op tegen de bumperklevers.